Bewoners van Charlesburg, Munder en omgeving moeten sinds deze week een verhoogde waterdruk merken uit hun kranen. De Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM heeft namelijk in het afgelopen weekend werkzaamheden uitgevoerd om de waterdruk in de omgeving op te voeren. Het gaat om het waterleidingnet dat vanuit het SWM-productiestation aan het William Kraanplein wordt bediend. In totaal zijn er op het knooppunt op de kruising Johan Adolf Pengelstraat, Henk Aronstraat, Oude Charlesburgweg en Quattaweg 7 hoofdbuiskoppelingen vervangen door nieuwe. De ingreep was een dringende noodzaak, zegt Yuri Spong, hoofddistributie SWM. Het is in ieder geval om ervoor te zorgen dat de verschillende gebieden die voorzien moeten worden vanuit WK-plein, en dan heb ik het over Anistraat en omgeving, Oude Charlesburg, Nieuwe Charlesburg, een beetje richting het westen, Munder, en natuurlijk ook richting het oosten, het Onafhankelijkheidsplein, dat die mensen beter voorzien zullen worden. Ik moet wel aangeven dat het nog even kan duren, misschien 2 tot 3 dagen voor het net volledig gestabiliseerd is, en dat de mensen het dan echt zullen gaan merken. De werkzaamheden duurden 30 uur. De SWM heeft binnen die tijd de oude asbestkoppelingen van de hoofdtransportbuis vervangen door nieuwe van PVC.